Zo, dames en heren, welkom. Nou, het is niet zoveel mensen deze keer. Ik weet niet wat er nog op in alle fondsen. We waren 5023 toeschouwers. Er was geen voor Smeets en Toussoumou van MBV en Van der Wal van Cambuur. Het werd 0-1 door de Vries, 0-2 Schepers, 1-2 Dame en 1-3 Turk. Ik zou graag het woord willen geven aan Alfons Arts, onze gast van vanavond. Ja, MVV uit. Als je ziet waar MVV vandaan komt dit jaar. Hoe René en zijn team MVV fantastisch omhoog geholpen heeft. Ja, is MVV gewoon een enthousiaste jongen. Ploeg met ervaring, goed voetballend vermogen, veel snelheid. Ja, wist je dat je hier een zware avondje tegemoet ging? Wij hebben ons eigen daar goed op proberen voor te bereiden. We hebben de wedstrijd vorige week tegen Telstar gezien. Daar hebben we wat dingetjes uitgehaald waar wij ons voordeel mee moesten doen. En, ja, dan begin je zo'n wedstrijd. En dan zie je dat MVV veel agressiever, veel feller uit de startblokken komt dan ons. Of dat dan met de busreis te maken heeft of de ergernis over het schandalig hoge veld. Waar de MVV zelf ook niks aan kan doen. Ja, dat weet ik niet, maar we hebben ze voor gewaarschuwd dat het geen excuus kon zijn om niet goed aan zo'n wedstrijd te beginnen. Ja, je komt dan heel langzaam kom je terug in zo'n wedstrijd, maar ja, dan heb je het geluk een keer aan je zijde. Met die bal van Dame die onderkant laat terug het veld inspringt. Je kruipt wat uit je schulp, je krijgt wat mogelijkheden die we heel slecht uitspelen. De eindpaas heel onnauwkeurig. We kwamen een aantal keren goed in balbezit op de helft van MVV, zoals we het ook graag wilden. Maar ja, de voortzetting was dan heel matig. En dan heb je wederom het geluk aan je zijde net voor rust. Dat die spits Ols de bal overkopt in plaats van in het netje. Anders kun je zomaar met een achterstand kun je de rust nemen. Nou, in de rust hebben we een aantal dingen aangegeven. Dat we agressiever, feller moesten gaan spelen. Dat we meer moesten anticiperen op de tweede bal. Dat we als team zijnde in de omschakeling beter moesten staan. En meer naar de zijkanten moesten brengen. Ja, ik denk dat we de tweede helft dat prima gedaan hebben. En gevoetbald hebben waar mogelijk. En dat we drie fantastische goals maken. Het wil nog even een beetje penibel. Wel of niet handsbal, penalty. Okay, dat blijft altijd twisten. Maar ik denk voor ons gezien een hele degelijke overwinning tegen een goed MVV. Nu is het ook daadwerkelijk zeker dat we ons direct zelf geplaatst hebben voor de play-offs. Dat hebben we weer zelf afgedwongen. Compliment voor de ploeg, compliment voor Cambuur. Ja, nu op naar wat misschien wel iets heel moois kan worden. Ik wil aan deze kant René met zijn ploeg. Ontzettend veel succes wensen in de play-offs. Dankjewel, Alfons. René? Ja, dankjewel, Alfons. Ik denk dat Alfons al het grote gedeelte gezegd heeft over de wedstrijd. Ik denk dat bij ons vandaag een beetje het euvel weer was wat we ook voor de winterstop hadden. Dat we eigenlijk best aardig voetballen. Ik vond ons ook best aardig uit de startblokken komen. We kregen eigenlijk al een half minuut. Heb je eigenlijk al een kans. Als je dat goed uitspeelt, kan het gewoon 1-0 zijn. Ik denk dat we de eerste helft bij Vlaag een betere ploeg waren, kansen krijgen. Een hele mooie aanval via Tom Dame uiteindelijk op de lat. Ja, en dan weet je, tegen Cambuur moet je scoren. Als je niet scoort, dan weet je ook dat je een keer een tekst op je neus krijgt. En een ploeg als Telstar, met alle respect, die straft dat niet af, maar Cambuur wel. En dat is vandaag ook gebeurd. Nogmaals, het euvel van voor de winterstop, goed spelen, aardig spelen, veel energie erin leggen, maar niet kunnen scoren. Heeft ons vandaag gepaard gespeeld, denk ik. En dat is ook uiteindelijk de reden waarom Cambuur hier ook gewoon verdiend wint. Want ja, nogmaals, als je drie zulke doelpunten maakt die gewoon goed uitgespeeld zijn, dan heb je niks te zeggen. Dan mag je inderdaad nog blij zijn met die penalty dat je dan nog even in de wedstrijd komt. Wat ik overigens wel weer goed vind van mijn team, dat ze blijven gaan, dat ze proberen toch nog iets aan die achterstand te doen. Het had ook nog zomaar gekund, als Van Hifte wat nauwkeuriger is, dan kan het nog 2-2 worden. En dan was dat misschien nog niet eens onverdiend geweest. Maar je hebt vandaag tegen een ploeg gespeeld die je over een dag of 10 tot verder ook alweer eens tegen kunt komen. En dan weet je dus dat je dat toch iets anders moet doen, dat je scherper moet zijn voorin. Wil je ooit ver komen met je clubje?
En dan zie je dat, dat tegen de als Cambuur, ja, dat zijn de echte jongens. En die gaan wij straks tegenkomen. En dan moeten we ons tegenhouden. Fons, bij deze ook. Fijne terugreizen en veel succes. Komen kan misschien nog tegen. Oké, dankjewel. Zijn er eventueel vragen bij de trainers? Zo niet, dan wil ik afsluiten. Bedankt. Een goede reis terug, Alfons. En wanneer we bij onze play-offs was het thuis zijn, kan ik nu nog niet zeggen. Dat zal waarschijnlijk op die dinsdag zijn. Dat is wel binnen. Bedankt.